mooi rechtop zitten. Sluit je ogen. So sit straight up and close your eyes. Lengthen your spine. Bring the crown of the head up to the ceiling. Dus verleng je rug. Breng je kruin richting het plafond. Je schouders zijn laag en your shoulders are low. Your arms are relaxed. Laat je handen rusten op je dijen of op je knieën. And let your hands rest on your knees or on your thighs. En adem dan een paar keer heel diep in en heel diep uit. And let's breathe in all the way. And then exhale all the way. Doe dat een paar keer. We do that a few times. En terwijl je uitademt, laat je spanning verder los. And you let go of tension and you, as you exhale. One more time, de laatste keer. En adem dan rustig in en uit. And just breathe in and out the natural way. Neem de tijd voor elke in- en uitadem. And take your time for every in- and exhalation. Being aware of the breath. Dus wees je bewust van je adem. En voel waar je adem is, of die hoog is in de borst. Of voel je hem ook laag in je buik. And just feel where the breath is at the moment. Is it high in your chest? Or can you also feel it lower in the belly? En als hij nog hoog zit in de borst, probeer hem verder te laten zakken naar de buik toe. En laat ook je buik meebewegen op je adem. Dus op elke inadem komt je buik wat naar voren en opzij. En op de uitadem veert het vanzelf weer terug. So if you feel the breath is high in the chest, try to bring it lower to the belly. And let your belly move to the breath. So on the inhalation, the belly moves forward, sideways. And on the exhalation, it goes back automatically. En zonder het te forceren, laat het gebeuren. Dus geen kracht zetten met je buikspieren. Maar laat die adem de buikholte vullen en laat het weer los. En terwijl je zo rustig in en uitademt, blijven de schouders laag. Die bewegen dus niet mee op je adem. So as you breathe, you keep your shoulders low. Don't move the shoulders on the breath. Just move the ribcage, the chest and inside your belly without lifting the shoulders. Dus je voelt de beweging in je borst, in je ribbenkast en in je buik zonder dat je schouders op en neer bewegen. Dan breng je schouderbladen maar wat meer naar elkaar toe en breng ze wat lager naar beneden richting de onderrug. Also bring your shoulder blades a little bit in and lower your shoulder blades towards the lower back. Create more space to breathe en voel dat je daardoor nog meer ruimte krijgt om te ademen. Borst is mooi open en your chest is open. En voel dan bewust het contact van jouw lichaam aan de mat. Voel het contact van je billen en je voeten aan je mat of op je kussentje. And then feel the connection of your body to the floor, to the mat below you, to the pillow below you. Feel the connection of the buttocks and your feet. Relax your buttocks and feet and billen and heupen, voeten zijn ontspannen. And on the exhalation, drop your body deeper into the floor. En zorg dat op elke uitadem je lichaam nog verder de grond inzakt. Ontspan je hele onderlichaam.
lichaam and relax the whole lower body. Dus voel de opening op de inadem, je borst, je ribbenkas, je buik. En laat op de uitadem je lichaam dieper wegzakken de grond in. Nou, hou je aandacht maar bij die adem. Geen gedachtes, die laten we los. So let go of thoughts, just stay with your breath. Focus on the breath. And on the inhalation, create more space inside your chest, your ribcage, your belly. On the exhalation, you automatically let go. Rustig in, rustig uitademend. Easy in and out. Adem zo nog 3 keer bewust in en uit. En open daarna langzaam je ogen. So in and exhale for 3 more times and then slowly open your eyes. Ook met je ogen geopend zometeen. Hou je je aandacht bij je adem. So even if your eyes are open, you stay focused on the breath. En slowly start moving. Kom je langzaam in beweging. Kom je op handen en knieën op je matje zitten. En we zetten de handen recht onder de schouders. We zetten de knieën recht onder de heupen. En we kijken naar de grond. De nek is lang. So the hands below the shoulders, your knees below the hips, and you look down to the floor, you lengthen the neck. Now on the inhalation, you start arching the lower back only. Dus alleen je onderrug maak je hol. En on the exhalation, round the lower back. En dan op de uitadem maak je een bolle onderrug. Dus inademend maak je onderrug hol. Uitademend maak de onderrug bol. And we do it by tilting the pelvis forward and backwards. Zo doen we door het bekken te kantelen naar voren en naar achteren. En zo rustig de onderrug op te warmen, los te maken. En bij de inadem breng je je zitpotjes naar buiten en omhoog. En bij de uitadem trek je je staartbeen helemaal onder je. So as you inhale, you bring your sit bones out and up. As you exhale, you tuck your tailbone under. Maak die beweging volledig, hol en bol in de onderrug. En langzaam begin je ook je middenrug mee te bewegen. En start moving the middle of the back as well. Dus ook die probeer je wat hol te maken, te verlengen. En bol te maken. En zo ook je bovenrug en also move the upper back. Rustig in- en uitadem. Neem je tijd om alle wervels mee te laten doen. En neem dan ook je nek mee. Dus op de inadem kijk je op, open je je keel. Op de uitadem breng je je kin helemaal naar je borst. Also move the neck now. On the inhalation, you look up, you open your throat. On the exhalation, you bring the chin to the chest. En voel heel bewust de beweging in al de wervels. And being aware of all the vertebras. Move it on the breath.
One more time, arch and round. Nog één keer een holle rug, één keer een bolle rug. En dan hou je hem in de neutrale stand en hold in a neutral position, looking down to the floor. Now on the exhalation, slide the right arm to the left. Dus je rechterarm naar rechts, naar links. En je plaatst je schouder en je hoofd aan de grond. Op de inadem kom je omhoog, inhale up. En exhale, slide the left arm to the right. Place the shoulder and head if you can. And on the inhalation, up again. Now keep moving on the breath in your own rhythm. Op je eigen tempo, zo rustig doorbewegend. En let erop dat je je heupen boven je knieën houdt. Dus ga niet naar achter zitten. So make sure you keep the hips above the knees. Don't sit back. En adem rustig door. And next time, you slide the right arm to the left, you stay there. En dus de volgende keer dat die rechterarm, zij gaat naar links, blijf je daar en hou je het vast en adem je door. Misschien kun je je heupen nog wat meer naar voren bewegen. Maybe you can move your hips a little bit forward, a little bit more. And relax the right arm on the floor, the right hand and fingers. Je ontspant je rechterarm. Je hand en je vingers. En je ademt naar je rechterschouder. Bovenrug. So you breathe to the right shoulder, the upper back. Maybe you feel the neck en misschien voel je ook wat rek in je nek ontstaan. On the inhalation, lift the left arm. Je komt op de inadem je linkerarm omhoog. En uitademend cirkel je hem achterlangs, plaats je hem op je bil, je onderrug. Of je pakt je dijbeen, so you can grab your thigh if you can, or you just place it on the lower back or hip. Draai je linker schouder nog verder open naar achter en open je linker borst richting het plafond. So you open up the left chest, rotate the left shoulder a little bit further backwards. On the inhalation, you bring the left arm up, komt je linkerarm weer omhoog. Exhale, you bring it down and uit, ademend rustig omhoog. Inhale, you push yourself up, duw jezelf op. Exhale, slide the left arm. Je linkerarm komt opzij. Je plaatst je linker schouder, je hoofd, zijkant, misschien de achterkant van je hoofd aan de mat. En je brengt je heupen weer ietsjes meer naar voren. En gently bring the hips a little bit forward. Ontspan je recht of je linkerarm, je linkerhand en vingers. En relax your left arm, your hand, your fingers. En adem naar je linkerschouder, je bovenrug. You breathe to the left shoulder, your upper back, neck. En on the inhalation, you bring the right arm up, komt je rechterarm inademend omhoog. Exhale, rotate back, draai hem achterlangs, plaats hem op je bil, je onderrug of pak je dijbeen vast en place it on the lower back or grab your thigh. Draai je rechterschouder nog verder naar achteren open en open je rechterborst richting het plafond. So again, rotate the right shoulder further backwards. And open the right chest up to the ceiling. Voel de opening in die borst ontstaan. Feel the opening in the right chest. On the inhalation, bring the right arm up. Komt je rechterarm omhoog.
Exhale, bring it down. Uitademend, omlaag. En op de inadem kom je omhoog. Helemaal op, all the way up. And place your hands on your hips. Handen op je heupen, je billen. Your thumbs out, je duimen zijn naar buiten. En breng je ellebogen verder naar elkaar toe. Your elbows in. Now on the inhalation, open the chest. Dus open je borst nog wat meer op de inadem. En on the exhalation, inch backwards. Leun naar achter, push your hips forward. Heupen naar voren. Now on the inhalation, up, kom je inademen terug omhoog. And exhale, you sit back in the child pose. Bring the arms behind you. Armen naar achter in de kindhouding. Now on the inhalation up again, dus inademend weer omhoog, handen op je heupen, hands on the hips, open the chest. Exhale, back bend, achterover buiging. Inhale up, dus inademend terug omhoog. Exhale, uitademend, child pose, relax, drop the shoulders. Again, inademend omhoog. Uit, back bend, achterover buiging. Inhale up, exhale child pose. A few more times in your own rhythm, je eigen tempo nog een paar keer doen. En bij die back bend, span je billen een beetje aan. And squeeze your buttocks a bit when you do the back bend to protect the lower back. One more full round, nog één ronde. And you finish in the child pose en dan blijf je nog even in die kindhouding. And you stay in the child pose when you're done. En je ademt door, je ontspant je schouders, laat ze afhangen naar beneden. Relax the shoulders, let them hang down, no tension, zonder spanning. Op de inademing kom je dan rustig omhoog, slowly up on the inhalation. Een stapje met je rechterbeen naar voren, step the right leg forward. Vind je het lastig om lang op één knie te leunen? Doe dan een handdoekje oprollen en leg hem onder je knieschijf bij je scheenbeen. So if it hurts the back knee, you can use a towel, you can roll it up. Place it below the kneecap on the shin. And there's less stress on the kneecap then. Now on the inhalation, you bring your arms all the way up. Now check out, the front knee is above the ankle. En zorg dat je voorste knie boven je enkel is. Dus je stap is groot. It's a big step. Then push your hips forward, duw de heupen naar voren, drop the pelvis, laat het bekken zakken en breng je bovenlichaam nog wat verder naar achter. So bring the upper body a little bit further backwards. Keep the shoulders low, schouders blijven laag. Inhale, lengthen a bit more, maak je wat langer. And exhale, bring the left hand on the outside of the right leg. Open the right arm, open je rechterarm. Schouder laag, keep the shoulders low. En als het zwaar is voor je achterste arm, zet hem op je heup. Option to place the back hand on the hip if it's hard on the right arm, right shoulder. Probeer de adem te vinden in de buik en try to find the breath inside your belly. Zet het niet helemaal op slot daar, vind de ruimte. Now the inhalation, rotate back, draai je terug, exhale. Sit back, stretching the front leg en strek je je voorste been. En probeer je je borstbeen, het midden van je borst boven, je rechter dijbeen te brengen. So try to bring the chest bone, the middle of the chest above the right thigh. You just look down to your shin, relax your neck. Dus kijk richting je scheen, ontspannen nek,
En adem naar de achterzijde van je rechterbeen. So you just breathe to the back of the right leg. En misschien kun je op de uitadem je bovenlichaam nog wat dichter naar je been toe brengen. So maybe you can sink a little deeper into the posture. Drop the lower, the upper body a little bit closer to the leg. As you move forward, kom weer naar voren. Plaats je achterste tenen. Placing the back toes. Step back in the high plank. Kom je in de hoge plank. Je heupen zijn laag. Je hips are low. Eén lange plank van je hielen tot in je kruin. So one straight plank from the heels into the crown of the head. Make sure the hands are below your shoulders. Dus kijk even of die handen onder je schouders zijn. Is het te zwaar, dan plaats je je knieën aan de mat. En if it's too hard, you just place your knees on the floor. Adem goed door en druk je handen stevig weg in de mat. So you keep breathing and you push away the hands into the mat. Now the next exhalation, you bring your hips up into the down dog. Dus uitadem het heupen omhoog in de down facing dog. Inhale back to the plank en inademend kom je weer terug naar de plank. Exhale, down dog, uitademen, daar omgekeerde hond. En op de inadem weer plank, inhale planking. If it's too hard in the plank, place your knees en plaats weer eventueel je knieën in de plank als het te zwaar wordt. Dus je eigen tempo, uitademen, down dog. En inademend plank. So in your own rhythm, on the exhalation, down facing dog, on the inhalation, planking. Now one more plank, one more down dog, you're holding the down dog. Dus nog één keer de plank, naar de down dog, hou je het vast, hold it. Duw je buik, je borst naar je bovenbeen en gently push your belly and chest towards your thighs. Open the chest. Now on the exhalation, look between the hands. Kijk je tussen je handen, stap je linkerbeen naar voren, step the left leg forward, place the right knee. Rechterknie plaatsen, eventueel weer een handdoekje onder je knie. Schijf neerleggen, maybe you want to use the towel again below the kneecap. On the inhalation, bring the arms up or choose to keep the hands in front of the chest of eventueel die handen voor je borst, als het zwaar voor je schouders wordt. Breng weer beide heupen naar voren, push both hips forward, sink into the pelvis, laat het bekken zakken en breng je bovenlichaam nog wat verder naar achter en hinge backwards with your upper body. Adem naar je lies, naar je bekkengebied. Geef het meer ruimte. On the inhalation, lengthen a bit more, dus maak je wat langer. Exhale, rotate to the left, draai hem links in. Kom iets naar voren met je bovenlichaam, so you move forward with your upper body. Zodat je één schuine lijn vormt van je achterste knie door je wervelkolom richting je kruin. So one diagonal line from the back knee to through your spine to the crown of the head. Now option to place the left hand on the hip, eventueel je linkerhand op je heup als het zwaar wordt voor je linker schouder. Anders strek je je arm, dus je linkerduim wijst omhoog. Open je je linkerborst nog wat meer. En vind weer ruimte in je buik om te ademen. Nou, on the inhalation, move forward. Kom rustig inademen terug. En uitademen. Kom naar achter. Strek je linkerbeen. Breng weer het midden van je borst boven je dijbeen. En ontspan erin.
Breng je adem naar de achterkant van je linkerbeen nu. So you send breath to the back of the left leg now. Ontspan het hele bovenlichaam maar. Relax the whole upper body. Zonder spanning, no tension. En inhalen, kom je weer naar voren. Inhale, move forward. Plaats je achterste teen. Placing the back toe. Step back, high plank. Exhale, down dog. En uit. Ademend weer de omgekeerde hand. Inhale, planking on the knees or toes. Op je knieën of je tenen. Uitademend, down facing dog. Dat is toch op je eigen tempo. Do it a few more times in your own rhythm. En voel de opening die ontstaat als je naar die down dog beweegt. De opening in de borst. So feel the opening in the chest as you move from the plank into your down facing dog. One more time from the plank to the down dog and hold the down dog. Dus blijf de volgende down dog hier. Als het zwaar wordt, kies voor de kindhouding or choose for the child's pose. If it's too hard, sit back, knees on the floor. Or else you stay here and anders blijf je hier. Dan kun je als je wil om en om je benen buigen, strekken, je hielen nog naar de vloer brengen. En je heupen wat meebewegen van rechts naar links. So if you stay in the down dog, you can choose to bend, extend the legs one at a time, pushing the heels down to the floor, moving the hips from right to left. Extra rek op de kuiten, de Achillespees. So you feel a little more stretch on the Achilles tendon, your calf. Now hold both heels, beide hielen blijven laag. And then look between the hands, kijken we weer tussen de handen, stappen we met de rechts naar voren. Step the right leg forward. Place the left foot parallel to the end of the mat. En je linkervoet parallel aan het einde van je mat in de warrior pose. Komen we in de heldenhouding. Ontspan de schouders, hou ze laag. Kijk over je middelvinger naar voren, naar een punt voor je. So you gaze over your middle finger, gaze forwards. Open the front knee to the little toe. So you force the knee nog wat meer openen naar je kleine teen. En zak wat dieper richting de vloer met je bekken. Try to sink a little bit deeper. Drop the pelvis a little bit lower to the floor. Als het zwaar wordt voor de schouders, zet je handen op je heupen. If it's hard on the shoulders, hands on your hips. Open beide heupen. Open up the hips. On the inhalation, stretch the legs, strek je benen. And on the exhalation, move forward into the Trikonasana, de driehoekshouding. En plaats je rechterhand op je scheen, op je enkel, op de binnenkant van je voet aan de grond. So you place your right hand on your shin, on your ankle, or on the inside of the foot on the floor. Stretch the left arm straight up. En je linkerhand arm wijst recht naar boven. Draai je linker schouderblad nog wat verder open. Open up the left shoulder blade. Je linker heup draait wat open naar het plafond. En open up the left hip to the ceiling. Wordt het zwaar voor je linkerhand, zet hem dan op je heup. Option to place the left hand on the hip. Span je buik lichtjes aan. There was a little bit tension on the abs. Now on the exhalation, look down to the right foot. Kijk naar je rechtervoet. Inhale, circle the arms up. Kom je rustig omhoog.
Exhale, place both feet straight forward. Komen beide voeten naar voren. Interlace the fingers, stengel je vingers in één. Op de inhalen, open je je borst. En uitademend, kom naar voren met een lange rechte rug. En neem die armen maar mee met de zwaartekracht. Eventueel hou je een handdoek tussen je handen als je niet goed bij je handen kunt. So option to hold onto a towel if it's difficult to keep your hands together. Nou mag je je tenen wat meer naar binnen draaien, je hielen wat meer naar buiten draaien. Waardoor je nog makkelijker je zitbordjes naar het plafond kunt kantelen. So you may bring your toes a little bit inwards, your heels out. And it makes it a bit easier to bring the sit bones up to the ceiling. Nou laat je je hoofd ontspannen afhangen, er is geen spanning op de nek. En ook alle spieren in je gezicht zijn ontspannen. So no tension on the neck at all. Just let your head hang down. And also relax all the muscles in your face. En adem naar beide schouders, naar de borst. Probeer het daar nog wat meer los te laten. Nou, span de buik dan aan, je abdominals tight. Op de kracht van de inademing kom je omhoog en aan de force of the inhalation you move up. Then turn the left foot open, draai je linkervoet open, buig je linkerbeen, bending the left leg. Rechtervoet parallel aan de achterkant van je mat en the right foot parallel to the end of the mat. Kijk over je linker middelvinger en look over your left middle finger. Gaze forward, staar in de ruimte. Open je linkerknie naar je kleine teen. Open up the left knee to the little toe. En als het ware, je rechterknieschijf naar boven draaien. Dat is heel subtiel, maar het gaat om dat we die heupen proberen te openen. Wordt het zwaar, plaats je handen op je heupen. En kijk of je op de uitademing je bekken nog wat dieper kan laten zakken in de houding. Try to sink a little bit deeper into the pelvis if you can. On the inhalation, straighten the back, move up, straighten the legs. Exhale into the Trikonasana, kom door in de driehoekshouding. En plaats je linkerhand weer op je scheen, enkel, binnenkant van je voet. Rechterarm omhoog of je plaatst hem op je heup. Option to place the right hand on the hip. Draai je rechter schouder open naar achter, open je rechter borst. So again, rotate the right shoulder backwards. Open the right chest and open the right hip. En ook die rechterheup draait open. Hou wat lichte spanning op die buikspieren. Again, keep a little tension on your abdominals. Pull your belly button. Trek je navel wat naar binnen. On the exhalation, look to the left foot. Kijk naar je linkervoet. And inhale, circle up. Exhale, both feet forward. Beide voeten naar voren. Handen op de heupen. Inademend, kijk op. Open de borst en uitademend. Vanuit de heupen buig je naar voren. Plaats dan je handen, je vingers tussen je voeten. En kijk door tussen je ellebogen door naar achteren. So you look between your elbows and your hands or your fingers are between your feet. Want nu kun je je hielen weer wat meer naar buiten draaien, je tenen wat meer naar binnen. So again, you can turn your heels out, your toes inwards. En misschien raakt je kruin de vloer. And maybe the crown of the head is touching the floor.
En geef je over in deze houding. Geef je over aan de zwaartekracht. Je hoeft helemaal niets te doen. Dan de inhalation, straighten the back, dus inademend, verleng je rug. Uitademend, handen op de heupen en exhale, hands aan de hips. Kom op de inadem omhoog met een lange rechte rug. En loop je voeten langzaam naar elkaar toe en slowly walk your feet in. En draai naar voren, face forward. En sluit een moment je ogen en just close your eyes. Ontspannen je armen, laten afhangen. You relax the arms, let it hang down. En je voelt contact met beide voeten aan je mat. So you feel the connection of both feet to the floor, to the mat below you. En hou je aandacht bij je adem and you just feel your breath. Dan open je langzaam weer je ogen en slowly open your eyes. Dan vinden we balans op het rechterbeen. Als je deze oefening lastig vindt, is de boomhouding is de optie. So, if you find this one difficult, the tree pose is the option. Or else you come with me, of je gaat met mij mee. Je zakt goed door je rechterbeen. Je plaatst je linkervoet boven je knie, op je bovenbeen of nog hoger. So you place it just above the knee or higher if you can. You keep the right leg bent. En je houdt je rechterbeen goed gebogen. Je brengt dan je handen voor je borst. En je gaat nog wat verder naar achter zitten. Then sit back a little bit more. By bending the knee a little bit more. Dus door meer door je standbeen te buigen. En je opent je borst nog meer. You open your chest. Vanaf de zijkant gezien. Probeer goed je rug te strekken, lengthen de spine, shoulders low, schouders laag en adem maar naar je linker heup en bil en breathe towards the left butt in the hip. Probeer ruimte te creëren, create more space. Dan pak je je voet vast, you grab your foot, move up en kom langzaam uit de houding. Laat je voeten uit elkaar, adem in, adem uit en kom naar voren in de vooroverbuiging en hang het helemaal uit. En just hang down, relax, ontspannen. Ontspanning in de onderrug, relaxing the lower back. En misschien wil je wat door je knieën buigen, maybe you want to bend your knees a little bit more. Voel of je hele bovenlichaam ontspant, inclusief de spieren in je gezicht. And make sure your whole upper body is relaxed, including the muscles of your face. Adem naar de achterkant benen, adem naar de onderrug. So breathe through the back of the legs, to the lower back. Span je je buik een beetje aan, your abs tight. On the inhalation, arms sideways up. En op de inadem komen de armen zijwaarts omhoog. En uitademen langs het lichaam laten zakken. Dan vinden we balans op het linkerbeen, balance on the left. Again, the option is the tree pose, eventueel de boomhouding als je het lastig vindt. Hè? Buig door je linkerbeen, bending the left leg. Plaats je rechtervoet boven je knie of hoger op je dij.
diving. So you place the foot just above the knee or a little bit higher. Now once you're in balance, you can place the hands in front of the chest. Dus in balans kun je je handen voor je borst plaatsen. Buig dan nog iets meer door je standbeen, bending the left knee a little bit more, sitting back. Duw je billen naar achter, verleng je rug en open je borst. En laat je linkerknie maar wat zakken richting de vloer. And dropping the left knee a little bit more to the floor. Adem naar je rechterbil, heup. Sending breath to the right hip and buttock. Als het niet meer lukt, kun je uit de houding komen, kun je eventueel de boomhouding doen. Hou je aandacht op één punt voor je gericht. So focus on one point in front of you. It helps you to stay in balance. En dan pak je je voet, so you grab your foot. Move up, je komt rustig omhoog. Je schud je benen even los, relax the legs, shake it out. En je zet je voeten op schouderbreedte en je buigt door je knie, you bend your knees. En je mag zo je ogen sluiten als we gaan schudden. And you can close your eyes as we start shaking the body. So you start slowly and then go faster and faster. Je begint rustig te schudden met alles in je lichaam. Je armen, je benen, je billen, je borst. Je gezicht schudt mee. Het gaat steeds sneller. En je doet het faster en faster. Druk je voeten stevig in de vloer. En je push your feet firmly into the floor. En dan slow down. Vertraag. En weer wat langzamer. En slower. Dat je tot stilstand komt. En dan hold it and feel en voel je lichaam. Breng je adem tot rust en ease your breath. En open weer je ogen en open your eyes. Adem in, kneel up. Adem uit, buig weer naar voren, folding forward again, ontspan aan je uit, relax, hang down, eventueel met de benen gebogen, if you like, you can bend your knees, hang weer helemaal uit, met de zwaartekracht mee, let gravity do the work, just hang down, no tension, zonder spanning. En dan buig je je benen, laat je billen zakken richting de mat en kom zitten. Bend your knees, drop down to the floor and sit down on the floor. Met je voeten op heupbreedte, your feet hip width apart, dicht bij je billen, close to your buttocks. Je handen achter je met je duimen naar buiten, so your hands behind with your thumbs out. On the inhalation, you lift your hips, komen je heupen omhoog. And if you like, you can bring the head behind as well. Dus als je wil, komt ook je hoofd naar achter en open je je keelgebied. Als je last van je nek hebt, blijf je omhoog kijken of naar voren. So if it hurts the neck, you just face up or you face forward. Open de borst. Duw die heupen wat verder omhoog. Push your hips up.
Open in the chest. On the inhalation, lift your head, bring your head back again. Komt je hoofd eerst terug. En uitademend laat je je heupen zakken. Plaats je je voeten met je voetzolen tegen elkaar voor je. En maak je een ruit met je bovenbenen. Dus je voeten zijn wat verder weg. So you place your feet a little bit further away. Grab your toes, your forefeet. En je pakt je tenen, je voorvoet. Ademt in. Inhale, lengthen. En exhale, round the back. Bring the elbows out. Maak je rug rond. Je ellebogen gaan naar buiten. En je laat je voorhoofd zakken richting je voeten. And let the forehead drop closer to your feet. En niet te hard knijpen in je tenen, ontspan je handen maar. So don't squeeze your toes, just relax your hands now. En sowieso, probeer in deze houding verder te ontspannen. Ook hier doet de zwaartekracht zijn werk. Je hoeft niet te gaan trekken of duwen, maar laat het uithangen met de zwaartekracht mee. En voel je lichaam. Waar geeft jouw lichaam de meeste weerstand? Probeer je daar verder te ontspannen door je adem er naartoe te sturen. So you just feel your body. In which part of your body is the most resistance? And just send your breath to that part to relax it, to loosen up. Slowly move out of the posture. Kom er langzaam uit. Gaan we nog één keer terug naar de back bend. De voeten weer op heupbreedte. Dicht bij je billen. Feet close to your butt. Go back to the back bend one more time. Thumbs out. Duimen naar buiten. Inademend heupen op. Lift your hips. Exhale if you like. Drop the head. En laat het hoofd zakken op de uitadem als je wil. Inadem, til je hoofd. Inhale, lift the head. Exhale, drop the hips. Laat je heupen zakken. Zet je voeten weer tegen elkaar, maar nu met je billen dicht bij je hielen. So now your butt is close to the heels. Hold on to your toes. Hou je tenen vast. Strek je rug. Lengthen the back. En we gaan rustig vlinderen. And just wiggle the knees. Open up the hips. Ontspanning. Ruimte in de heupen. Je kan rustig starten en dan kan je het versnellen als je wil. So you can start slowly. If you like, you can speed it up a bit. En dan slow down, dan mag je het weer vertragen. Totdat je weer tot stilstand komt. En dan kruis je je benen over. Wat je prettig vindt, rechts over links of links over rechts. En je brengt je linkerhand aan de buitenkant van je rechterknie. So the left hand is on the outside of the right knee. On the inhalation, you lift the right arm up. Rechts komt omhoog. En exhale, you stretch it out overhead. En je buigt hem zijwaarts. En let op dat je je rechterschouder niet naar voren draait, maar juist naar achteren opent. So try to open the right shoulder backwards. Als het goed is kun je onder je oksel door naar boven kijken. Voel de opening in je flank ontstaan, de zijkant van je bovenlichaam. On the inhalation, you move up. Inademend op en exhale, rotate backwards, draai achterlangs.
Kijk als je wil over je schouder naar achter. If you last van je nek, kijk opzij of naar voren. So if you like, you can look over the shoulder backwards. If you feel any stress in the neck, you just face sideways or forwards. Dan probeer die rug nog wat langer te maken, je borst nog verder te openen en je schouders te laten zakken. So you try to straighten the spine a little bit more, sitting straight up. Open the chest and drop your shoulders. Now adem weer naar de ruimte in je buik. And try to breathe to the belly again. Find space, create space. Inhalation, rotate back, inadem, draai hem terug. Plaats je de rechterhand aan de buitenkant van je linkerknie. So the right hand on the outside of the left knee. Inhale, left arm up. Komt je linkerarm omhoog. Uitademend, buig je zijwaarts, side bend. Open de linker flank. Buitenkant van de borstkas, de ribbenkas. So open the outside of the ribcage, the chest. Zet je adem niet vast en adem rustig door. Op de inadem kom je rustig omhoog, inhale up, rotate, draai hem door naar achteren. Verleng je rug, lengthen de spine. Schouders omlaag en shoulders low. Te inhalen, ontspannen weer terug, rotate back on the inhalation. Als je wil, doe je alvast wat warms aan. We doen nog één oefening voor de onderrug. Dus je mag wat warms aantrekken en dan op je rug komen liggen. So we do one more exercise for the lower back. So if you like, you can put something warm on already. And then slowly lay down on the back. Als je zo meteen ligt op je rug, mag je je rechterknie alvast naar je borst toe brengen. So once you're on the back, you can already pull the right knee into the chest. Straighten the left leg en je linkerbeen strek je van je af. En dan plaats je vervolgens je rechterarm schuin omhoog op de grond. En je place the right arm diagonal out on the floor. Op de uitadem komt je knie over naar links en je heupen bewegen door naar rechts. So you move your hips to the right as you bring the knee over to the left. You look into your right hand en je kijkt in je rechterhand. Dat is de bedoeling dat je mooi recht op je matje ligt. Dus heb je het idee dat je schuin ligt, breng je heupen dan nog ietsjes verder naar de rechterkant van je mat. En dan trek je je linkerknie nog wat meer naar je borst toe, wat meer richting de vloer als dat lukt. En dan gently pull the left knee, or the right knee, sorry, a little bit closer to the floor or into your chest. Dus je rechterknie gebogen richting je borst, richting de vloer. En adem nu door naar de onderrug. And breathe towards the lower back. Span je rechterarm, relax the right arm on the floor.
Voel ruimte in je buik en feel the space inside your belly. Adem naar je buik. Breathe towards your belly. And the inhalation, slowly move out of the posture. Kom je langzamer uit. Strek je je rechterbeen, extending the right leg. Left knee to the chest, komt je linkerknie helemaal door naar je borst. Strek goed je rechterbeen uit, extend the right leg. En plaats nu je linkerarm schuin omhoog op de grond, met je handpalm naar boven, so the left arm, diagonal on the floor, the hand palm up. On the exhalation, you move your knee over to the right, and your hips go to the left side of the mat. Dus je heup wat meer naar links verplaatsen op de mat, en je knie naar rechts bewegen. Als je wil, kijk je weer in je linkerhandpalm. Look into your left hand palm. Relax the left arm en ontspan die linkerarm maar. En zachtjes breng je je knie, je linkerknie dichter naar je borst, naar je buik, richting de vloer. En you gently pull the left knee a little bit closer to the belly or chest or to the floor. En zoek weer de ruimte in je buik. Adem naar de buik, adem naar de onderrug. Breathe towards your belly and your lower back. Inhalation, slowly move out of the posture. Kom je langzaam uit de houding. Zet je je voetzolen tegen elkaar. Laat je je knieën naar buiten vallen. So place your feet soles together and let your knees fall out. Plaats je handen op je onderbuik and place your hands on your belly. Sluit je ogen, close your eyes. And breathe towards your hands. En adem richting je handen. Voel je buik meebewegen. Voel je buik tegen je handen aan op je adem. Gedachten loslaten. Bij je aandacht, bij je adem. Let go of thoughts, just stay focused on the breath. Strek dan één voor één je benen uit. And extending the legs one at a time. Langzaam, slowly. Hou je handen nog even op je buik. En leg je benen wat wijder neer. Laat je voeten naar buiten vallen. Legs out a little bit wider, let your feet fall outside. Relax your hips and buttocks. Eén voor één, de armen naast je op de grond. Place one at a time, the arms back on the floor. Away from the body, van je lichaam af met je handpalmen naar boven. Ruimte tussen de schouderbladen en de bovenrug. Relax it between the shoulder blades and the upper back. En je hele lichaam is zwaar. And your whole body is heavy. Let it sink deeper into the floor. Laat het maar de grond inzakken. Geef je over. You surrender. Voel heel bewust de delen van jouw lichaam die de grond raken. Maak die delen wat groter door nog meer te ontspannen, door het verder weg te laten zakken in de grond. So feel the parts of the body that connect to the floor. And try to make that bigger by relaxing more and more
I let it sink deeper into the floor. En ook de voorzijde van je lichaam is zacht en ontspannen. En also the front side of your body is soft and relaxed. Geef het ruimte op de inadem. Create space on the inhalation. Make it softer. En maak het nog maar wat zachter. Ruimte en zacht op de inadem. Ontspanning dieper wegzakken op de uitadem. Create more space, make it softer on the inhalation. Relax more and more, let it sink deeper into the floor on the exhalation. Ontspan. Relax. Ontspan. Just relax. Kom nu langzaam terug en wiebel wat met je tenen en je vingers. And then slowly return, wiggle your toes and your fingers. Draai langzaam op je rechterzij en blijf daar nog even liggen. And slowly turn to your right side, stay there for a second. Hou je aandacht bij jezelf. Stay focused on your inner self. Kom langzaam dan tot zit en slowly sit up. Bring the hands in front of the chest. Close your eyes. Even de ogen gesloten. De handen voor de borst. Hou je aandacht weer bij de adem en you stay focused on the breath. Slowly open your eyes. Kom je langzaam terug. Open je ogen. Namaste. Dank jullie wel.